Dat vind ik toch mooi. En dat stond op Insta. Dit stond op Insta. Kijk me aan, Jan. Kom op, jongen! Ja. Wat wil je heen? Allemaal succes. Het Nederlands elftal, jouw Sinterklaas versteed thuis, jouw ongeluk. Waar wil je beginnen? Ongeluk! Ongeluk? Ongeluk. Maar ik hoorde net, voordat we begonnen waren, je hebt ook een steekincident gehad. Dat is nooit gebeurd. Dennis en Jan. Even kijken. Wat een pauperteringbende. Dit is zelfs voor de Sint nieuw. We beginnen maar bij het goedkoopste pand, denk ik. Jezus, toeristen. Wat een armoede. Op lekker bijna wel. Hallo? Hallootjes! Oh, jezus. Oké. Denis. Wat een godverdomme ring. Tering, dat is zonde van de centen. Ja. Hé? Sinterklaasie! Ja hoor. Sinterklaasie, kom maar binnen met je kerst. Want we zitten allemaal even recht. Misschien dat u nog even hallo tijd. Jongens, hallo Jan. Dag. Het ring is helaas gesnupt. Hallo Jan. Dag Sinterklaasie. Hallo Dennis. Ja. Hallo. Hallo. Hallootjes. Ja, hallootjes. Even plek maken voor de Sinter. Ja, leuk Sinterklaas. Zo, even mijn staf. Ja. Nou, blij dat ik even zit, jongens. Oké, godverdomme lekker. Oké. Zo, pas ik ertussen. Dit is de studio afgebroken, Sinterklaas. Oké. Ja. Ja, we kunnen. Blij dat ik er ben, hoor. Oké, we gaan beginnen. Leuk programma waar Sinterklaas komt. Dat zie je nauwelijks. Nee. De cadeaus, jongens. Knecht. Hebt u ook cadeaus? Kunt u de cadeaus misschien even aangeven? Ja, de Sint komt natuurlijk niet met lege handen. Dankjewel, knecht. Dankjewel. Oh jee. Sinterklaas. Hallo, Jan. Vraagjes. Voordat je begint uit te delen. Oh jee. Het is 7 december. 7 december. Ja, en dan krijgen we de vraag waarom de Sint er nog is. Ja. Nou, dat krijgt de Sint wel vaker. Dat soort vragen, dat doen wij eigenlijk voor de autistische medemens, Jan. De Sint komt in één keer en ineens is de Sint weg. Daar hebben autistische mensen heel veel problemen mee om dat een plekje te geven. Daarom blijft de Sint nog heel even hangen. Niet alleen ter bevordering van het verwerkingsproces voor de autisten. Maar de Sint heeft dan ook een paar dagen om zich helemaal een schompes te neuken op de Amsterdamse wallen. Ze noemen me niet voor niets de splijter met de mijter. Jezus Christus. Oh jee. Ja, die staf. Waar is die staf? Nou, dat doen we later. Sinterklaas, andere vraag. Waar zijn de zwarte pieten? Nou, dat... De pieten, hè? De pieten. Het jarenlang ging het goed, hè? Ik nam mijn maatjes mee, mijn zwarte vrienden. Ja. Echter, ik heb die jongens moeten uitleggen. En dat ging niet zonder slag of stoot. Dat Nederland zo rechts is geworden. Dat ze eigenlijk wensen dat de zwarte pieten blank worden. En dat ze steeds witter en witter moeten worden. Nou, dat moesten ze een plekje geven. En daarom hebben ze vandaag besloten. Sint is over. Wij willen weer gewoon zijn wie we zijn. Ah. En die jongens hebben ook hun vrijheid gekregen. Zo.
zo ben dus ik. Dus eigenlijk dus door types als Jan zijn de pieten wit geworden. Daar komt het eigenlijk en feitelijk wel op neer. Zo hebben we nog nooit gezien, hè Jan? Nee, zo hebben we nog niet bekeken. Nou, in ieder geval Sinterklaas, hartstikke leuk dat je er bent. Dat vind ik nou persoonlijk ook. Het raakt mij zeer, ik word er zelfs een beetje emotioneel van. Nou. Ik heb cadeaus mee, jongens. Oh, ik heb cadeaus leuk, Sinterklaas. Mee vanuit Spanje. Ja. Even kijken. Ik zag bij de NPO toch een andere Sint, dacht ik zo. Bij de NPO, ja, dat is de woke Sint. Daar heeft deze Sint godverdomme helemaal niks mee te maken. Okay. Nee, een buisje G en een grammetje C. Dat vindt de Sint fucking heerlijk. Oh, even kijken. Van wie is dat? Dit cadeau is voor Jan. Nee. Dit cadeau is een D op lul. Dit cadeau is... Nou, ik dacht de D van domme lul, Jan. Dat is excuses. Het is de D van Dennis. Dit cadeau is voor Dennis. En daar hoort natuurlijk ook een gedicht bij. Oh, yeah. Dennis, je mag hem voorlezen. Het gedicht van de Sint en een cadeau voor jou. Beste Dennis, ben wat slecht bij stem. Oké, hoe kon dat? Ja. Frikadelle Bosje. Wild weekend. Oké, beste Dennis. De Sint heeft de afgelopen maanden met bedroefde hoofd zitten kijken hoe jij bij Rollopgraat steeds meer op een tokkie begint te lijken. Ja, je komt uit Glaanderbrug, het poepgaatje van Enschede. Ja. Maar is dat genoeg reden voor dit platte cliché? Vrouwen zijn allemaal hoeren en negers te zwart. Homo's zijn vies, maar je staat er wel mee te tongen best apart. Vreemdgaan is voor meisjes verboden, maar niet voor de man. Wat er in jouw hoofd omgaat, is precies hetzelfde als bij de Taliban. Ja, dat is wel zo. Ja. Trouwens, leuke jongens van die Taliban. Ga verder, Dennis. De Sint vraagt zich af of je werkelijk zo bekrompen bent, want al met al ben je best ergens een fijne vent. Het lijkt meer voor de bühne dat oerconservatieve achterlijke geschreeuw, want ondanks dat je geen opvoeding hebt gehad, past dat niet in deze eeuw. Nee. Oh, wellicht probeer je hiermee je mannelijkheid te bewijzen, net zoals met dat Ga je lekker dyslect? Net zoals... Wellicht probeer je hiermee je mannelijkheid te bewijzen, net zoals met dat systematische grietjes op je snikkel te hijsen. Hoppakee. De Sint maakt zich ook erg zorgen om steeds dat ruzie maken. Door al die zakelijke conflicten kost dat steeds meer knaken. Ja, dat is zo, hè. Het leven is geen Twents huiscafé waar alles om conflicten draait. Zolang je dat alleen in je privé doet, is er geen haan die er naar kraait. Hier om wat te lezen over hoe je het in de business doet. Dan maar hopen dat je in godsnaam eens in de praktijk doet. Warme hand, Sint. Heel dan mooi. Dan heb ik hier een leuk presentje voor jou. Heel mooi. Maak maar open. Sterretjes erop. Ja, heel mooi. Zakelijke etiketten. Nou. Alsjeblieft. Ja, misschien heb je er wat aan, hè? Ja, omdat er nogal inherent aan het feit dat je uit het oosten komt. Er zit gewoon heel veel boer in jou. Ja. En dan hoef je niet eens een trekker te rijden om te zien dat gewoon bij je hoort. Ben je er blij mee, Dennis? Ik ben er heel blij mee, dank u wel. Oké. Ben je trouwens nog blij met je vriendin? Ja, ik mag... Ik heb nog meer cadeaus. Jouw vriendin zal me eigenlijk een worst wezen, Dennis. Net als die andere mannen die er afgelopen week op hebben gelegen. Even kijken. Een cadeautje voor Jan. Ons biologisch wonder. Hè? Al 5 jaar zwanger en weigert een kind te baren. Maar hier, even kijken. Een gedicht voor jou, Jan. Wat kijk je, man? Nee, niks. Oké. En een cadeau. Nou, dit zijn meerdere cadeautjes. Je bent lief geweest, Jan. Zeker, situatie. Even kijken. Hartstikke leuk. Nou, als jij vast begint dat gedicht voor te lezen. Jezus, wat veel cadeaus. Kijk eens aan. Zo. Ben benieuwd. Nou, daar komt die. Ook in de rechtbank ben je nu bekend. Je begint verkeerd. Hoe wil je dat nou? Die moet andere pagina. Andere pagina. Kan je nou niks? Hebben we nog maar 2 aan. Ik ben gewoon met de verkeerde. De Sint heeft
De Sint heeft twee gezellen. Wat heb je nou gedaan? Jezus. Je kan ook twee dingen, niks en niks. Dennis Schout, wat een loser. Jongen. Oh, die staf van de Sint, die zou ik gewoon vol in die anus van je moeten proppen. Kleren ventje. Nou Jan, begin maar. Hè. Goed. Twee dagen te laat. Toch staat de Sint nog voor jou paraat. Nu kan je zeggen, u bent te laat gekomen. Maar ik zeg ook niet dat jij er nog meer bent aangekomen. Wat? God, de tering, hè? Lezen, dat is niet... Ja, zo schrijf je toch geen gedicht? Okay. Zo schrijf je geen gedicht. Begin met beste Jan, daar beginnen we door. Dat staat er niet eens. Nee, maar je kan toch wel improviseren. Beste Jan. Ja, dank je wel. Twee dagen te laat, toch staat de Sint nog voor Jan paraat. Nu kan je zeggen, u bent te laat gekomen. Maar ik zeg ook niet dat jij nog meer bent aangekomen. Ik weet van niks. Ook voor jou was het een bewogen jaar. Tinnitus, corona, een sleepbeen, een longontsteking en klagen maar. Ben je echt altijd ziek of heb je dit bedacht? Je neer zegt tenslotte ook dat ze is verkracht. Ik kan niet. Die Rijnpiet, die zal het. Jij liet zien dat ook mannen op leeftijd worden misbruikt. Want jij gaf geen toestemming aan die jonge dames uit Groningen die jouw naaktfoto hadden misbruikt. Ja, dat ja, maar wacht even hier. Rij misbruikt op het woord misbruikt. Ja, soms is de inspiratie is dan ver te zoeken. Ook in de rechtbank ben je nu bekend. Ja. Een kind van 16, Twitter, televisier van Louise over alimentatiekwestie. Niets dat jou remt. Je volgende tegenstander wordt John de Mol. Dat woord voor je weer betalen, dikke drol. Zie je nou, dat was zelf lachen ook, okay. Geld zat je voor gat, hè, die Jan. Gelukkig heb je nu een nieuwe hobby. En fiets je iedere dag op je racefiets van daar naar hier. Vervolgens vul je die verbrande calorieën weer aan met 10 liter bier. Oh, altijd lekker. Jezus. Wat zeg je, Jan? Ik ben echt serieus met je jeuk van die gast. Oh, nu kan je de zin wel blijven beledigen over je gestel, maar liever richt ik me op jouw herstel. Hier heb je de oplossing voor je dikke pens. En van deze literatuur word je een beter mens. Sinterklaas. Oh, nou, dat is lief, dat Sinterklaas. Moet een eetbaar boek zijn. Mafkees. Heb je al honger, Jan? Oh, dit is echt. Oh. Een weegschaal. Een weegschaal. Ja. Dat vind ik heel heftig, dit. Ja, maar goed, dan moet je zelf maar een slot op je bek douwen. Dus dit kan niet alles voor je regelen. Nee. Och, Jezus. Och, jee. Een boek van Saskia en Noordi. En die heb je al gelezen. Die is nog... Dat is je nicht. Ja, er staat zelfs nog wat naam in. Sinds hem altijd een discussie in de media. Zij zegt verkracht te zijn. Oh jee. Hij ontkent dat. Door Jan? Nee. Nee. Die man die was al dood voordat... Oh zo, nou misschien er... heeft ze het wel gewoon verdiend. Ik zal even vertellen wat een grote grap is. Ik heb dus net al die boeken weggeflikkerd. Oh. Ja, echt. Oh, hartstikke leuk. Nou, weer er blij mee. Ben je naar de knoop geweest? Enthousiasme straalt ervan af. Ja, ondankbare mensen heb je altijd. Ik voel hier alleen maar liefde, mensen. Kijk eens. En nog eentje. Nou, alle boeken van Saskia Noord. En een weegschaal. Dank u wel, Sinterklaasje. Graag gedaan. Heeft u ook Saskia Noord geboord? Even kijken, hoor. Nou. Ja, Sinterklaas, enig. Bent u ook bekend met ons programma? Jazeker. De Fluisterpiet, die fluistert mij af en toe in, wat zoal de revue passeert. Ja. Het is niet mals. Wat gaan we vandaag doen? Ja, we hebben een heel breed onderwerp. We gaan proberen de uitzending te maken. O jee. En als u een invulling heeft, dan roept u maar. Dan zet ik hem vooruit eruit. Hè? Dan geef ik een voorzet, uiteraard. Oh ja. Dan zet ik hem... Ik verschil...
De Sint heeft Ali twee keer laten rijden. Misschien had de Sint dat niet moeten doen. Goed, dan gaan we door. Jan, hij was net aan het vertellen dat zijn vriendin was verongelukt met hem erbij. Dat is schokkend. Oh. Nee, want dan zou ze dood zijn geweest. Oh nee, dat was diegene wie een incident had gehad met je nicht. Die is verongelukt. Hè? Die was toch dood? Ja. Die was toch overleden nadat bekend werd dat zij... Nee, die was daarvoor al. Die was, ja. Nee, maar dat is... botsing. Bijna doodervaring. Oh, ja, ik... mijn vriendin die reed naar huis omdat ik te veel gedronken had. En die reed de auto aan helemaal aan puinpoeier. Dat verbaast ons toch weer niks, hè? Nee, het is toch inferieur volk, dat vrouwenvolk, hè? Je mag het tegenwoordig niet meer zeggen. Maar inderdaad, die keuken, dat is het domein. En ergens anders hoeven ze niet te zijn wat de zin betreft. Het is niet voor niks dat ik al 400 jaar vrijgezel ben. Hè? En die paarse mantel die ik normaal draag, die heeft eigenlijk dezelfde kleur aangenomen van mijn strak getrokken penis. De Sinterswans. Ja. Maar goed, een ongeluk, dat kan natuurlijk niet goed zijn. Nee, maar nou ja. En je vrouw was erbij overleden, zei je? Nee. Dat was de wens. Nee, tijdens de ruzie naar huis lopend, zo was dat wel bijna. Oké. Ja, en jullie ruzie? Ja, want hoe reageer je dan? Dan word je wel vrij kwaad. Maar we heb je aangeslagen? Nee, dat doe ik niet. Ik kan verbaal veel meer kapot maken dan met mijn handen. Dat was ook beter. Maar ik zou je vertellen, maar je moet dan toch naar huis lopen, want die auto is een stront. Die stond aan de kant van de weg. Ja. Het was een hele vervelende wandeling. Ja. Er was weinig romantiek. Ja. En enig idee waardoor het werd veroorzaakt, Jan? Nou ja, incompetentie. Ja, ze deed het stuur niet recht. Maar dat had het gemoeten. Nou ja, heftig toch? Ja, erbij van gesteld. En jij hebt ook Sinterklaasje gevierd met jouw kinderen. Kijk, dit was het beeld van Jan. Die zat bij zijn ouders te sjoelen. Dat was een mooie dag. We hebben door de ramen naar binnen zitten kijken. Naar zo'n leuk familiair Anton Pieck tafereel. Ja. En wat is dan goedkoper dan een sjoelbak? Nou, ik kan niks anders verzinnen. Als er wel zo scare is dat zelfs de courmet het niet haalt. Nou, dat kom je echt uit een kutfamilie. Ja. Oh, lekker sjoelengezellig. Oké. Maar goed, Sinterklaas gevierd. Gezellig. Met een kopje soep, tomatensoep met balletjes, pakjes uitgepakt en daarna een sjoelwedstrijd. Ja, wat wil je godverdomme nou nog meer? Nou ja, eigenlijk niks, hè. Het gaat om de gezelligheid. Ja, ja, dat was het niet echt. Maar... Nou ja, dan gaan we ook... Het was hartstikke gezellig, het was hartstikke leuk. Ga toch weg, het zag er treurig uit. Ja, maar treurig. Mijn ouders vinden het nog leuk als ik kom sjoelen. Ja. Ik bedoel, die van jou niet? Nou ja, ik was niet welkom. Nou, bedoel ik? Sinterklaas. Oh. Ja, nee, mijn vader koos voor zijn nieuwe vriendin. Ja. Oh, jee. En die Anna, ja, ik mocht niet komen. Oké. Okay. Dat geldt ook voor eerst. Ja, maar wacht even. Dus dan steekt het dat ik het dus zo gezellig heb met mijn gezin. Nou ja, dan steekt dat. Ja. Want je zei ook dat je een lelijke keuken en dit en dat. Maar terwijl eigenlijk denk je, mocht ik maar meesjoelen. Ja. Ja, dat begrijp ik. Maar was hartstikke leuk. Het feit dat jouw vader zijn nieuwe vriendin liever ziet dan zijn eigen zoon, betekent dus schijnt dan ook dat de seks met zijn vriendin beter is dan met jou. Gele bende daar Ik heb een traumatische jeugd gehad, maar dat is me bespaard gebleven. Ik heb toch gezien op NPO. Ik heb me kapot gelachen. Hij was zo zielig. Lekker warm bad met scheermesje. Ja. Oh, zeg dat nou niet. Nee, dat heeft de vorige keer een uitzending gekocht. Goed, tot zover Sinterklaasfeest. Want ik heb ook goed nieuws, Sinterklaas. We hebben ook advocaten, want we hebben veel rechtszaken. Ik hoor het. Men kan weinig hebben tegenwoordig. Ja, men kan weinig hebben. En afgelopen, je hebt me nog gefeliciteerd. Afgelopen vrijdag werd onze voorman van het juridisch team, Johan Pieters, 50 jaar. Hippe de piep! Hoera! Hippe de piep, de piep, de piep! Hoera! Nou ja, jij hebt hem ook gefeliciteerd. Ja. Omdat het van mij moest. Ja, ik kreeg van jou een berichtje. Feliciteer Johan Pieter, de admiraal van ons juridische bataljon. Mm-hmm. Ja. En dat heb ik gedaan, want hij werd 50. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht dat hij half 60 was al. Maar bij Johan was ook een meisje en die... Oh, nu wordt het interessant. Oh, wordt een meisje. Een meisje. En die werkt bij het Oranje Hotel in Leeuwarden. Oh! En bij dat hotel, nu komt een fraai element, Sint. Bij dat hotel, en dan gaan we weer naar hem. Daar sliep wekenlang Rogier. Leuk!
Sinter gaan we direct door, want we hebben dat was lang geleden. Ja, maar we knallen ervan, hè, want het was in Leeuwarden, wordt Johan. Dus ja, ik kreeg het. We hebben over Rogier. Usko! Sko! Sinterklaas, zit u er klaar voor? Ik zit helemaal klaar voor. Kom, ja, want Rogier is natuurlijk gescheiden. Moet Frank heel veel geld terugbetalen. Is mede daardoor uit zijn huurwoning in Leeuwarden gezet. Nou, ja, toen moest Rogier toch wat. En toen is Rogier naar het Oranje Hotel gaan. Heeft een deal gemaakt met het Oranje Hotel voor een maand. Om daar te kunnen slapen voor bedrag X. Leuk! En op een gegeven moment zei Rogier dat het een hele armetierige receptie had. En dat het niet modieus was. Hè? Want Rogier is natuurlijk bekend van zijn programma waarin hij huizen aankleedt. Ja, nou, Rogier heeft toen op een wilde nacht. Heeft hij, want er sliep vaak vriendjes bij hem. Is hij samen een vriendje van hem. Heeft hij de hele receptie verbouwd. Oh, jee, bij het Oranje Hotel. Want het was niet meer mooi genoeg. Was niet van deze tijd. Niet voor de stijl. Voor Rogier, die er toch al een maandje woonde. En die hebben toen. Rogier is eruit gezet. En niet meer welkom bij het Oranje Hotel. Maar hij heeft de boel opnieuw gestyled. Ja, zonder maar toestemming wel, zonder van toestemming. Het hotel. En ja. Zonder factuur. En zonder factuur. En zo lang was een ui. Ja, nou ja, waarschijnlijk. Hij is even verbod. Het was allemaal van de tweedehands winkel. Dus wat van de kringel ook weer. Ja. En hij is er weer uit het hotel gepleurd. Ja, hij is weer dakloos. Jezus, wat een scoop. Ja. Misschien gaat hij dan binnenkort weer hamburgers slippen. Ja, op die camping. Ongelooflijk, wat een mooie scoop, Sinterklaas. Sinterklaas! Ik moet het nog een plekje geven. Valt Rogier op mannen? Ja. Zeker. Ja, kijk, daar gaat het al fout natuurlijk. Ja, nee, ja, helemaal met u eens. Helemaal met u eens. Wat ben u nog allemaal voor Sint? Nou nee, dat valt op zich wel mee, maar sommige dingen moeten gewoon gezegd worden. Ja, nee, ja, u hebt helemaal gelijk. Maar goed, en tegenwoordig wordt er veel gejuicht voor Nederland, maar er wordt in Nederland nog meer gejuicht voor Marokko. Ja! Oh, ja. Nou, laten we hopen dat die er heel snel uit liggen met z'n allen, hè? Dat heeft al genoeg gekost, dat geintje. Laten we gewoon alles slopen. Of ze nou winnen of niet. Laten we elke dag gewoon vieren dat Marokko bestaat. En dan kunnen we elke dag wat slopen. He, dat lijkt me gewoon het allerbeste. Zelden heeft de Sint zoiets bizarres gezien. Of ze nou winnen of verliezen. Er gaat gesloopt worden. En dan heb ik zoiets van. Schrijf je dan in bij het KVK. En begin dan met z'n allen een sloopbedrijf. Ja. Maar dat is de Sint. Ja. Hey, ja, bedankt voor uw maatschappelijke bijdrage. Nou, graag gedaan. Het ging iets beter, Jan, maar toch was het onrustig na de overwinning van Marokko. Ja, weer. En dat is heel jammer, want Najib Amali, dat is die snuivende cabaretier. Ja, die heeft een mail gestuurd, hè, van de advocaat of we dat niet meer mogen zeggen. Nee, want ik ben tegenwoordig daar steeds beter in. Oh ja. Die advocaat heeft een mail gestuurd met een sommatie. Ja. Dat wij niet mogen zeggen dat hij in een drugshuis heeft gezeten. Nee. Oh. Maar dat zeg ik niet. Nee, wat zeg jij dan? Dat hij heel veel. Dat hij drugs snuift. Ja, maar hij is afgekikt. Ja, dat kan. Maar dus hij is nu afgekikt? Weet ik veel. Oh ja, oké. Okay. Het maakt niet uit, maar in ieder geval, ze dachten laten we een bekende Marokkaan uit de kast trekken. En Ali B, ja, dat kan niet meer. Nee. Dus dan hebben we er nog maar eentje, dat is Najib Amali. En die moest dan tegen al die andere Marokkanen zeggen: joh. We hebben daar beelden van. Niet. Ja. Jezus. Hey, hoe is het? Hey, dat is goed. Ja, lekker man. Je bent een beetje vroeg. Nou ja, ik dacht ik wilde vast in die feeststemming komen, ja toch? Zo is het, zo is het. Met een wedstrijd, ja. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Twee doelpunten, ja. Wat denk je donderdag? Ik denk donderdag 8-0. 8-0? Ah, ik overdrijf wel, ja. Zou een mooie score zijn, toch? Zeker. Hebben we een hele mooie feestje te vieren in ieder geval. Een feestje. Ja. Dat moeten we gaan vieren. Ja, mooi. Of niet? Ja, zeker. Ik ben helemaal met je eens. Voor iedereen. Straks denkt van, hey jongens, we gaan naar buiten, we gaan een feest vieren. Hou het alsjeblieft bij een feest. Ja, want dat is het mooiste wat er is. Als we winnen, vieren we feest. We slopen niet de stad, we slopen niet de wijk, we slopen niet het land. We vieren feest. Maak er een mooie dag van. Hou de boel heel. Mocht je mensen vervelende dingen zien doen, spreek elkaar erop aan. Maak er een mooie wedstrijd van. Ja, het is toch... Ja, Najib met twee Marokkaanse agenten. Ja, en met een slechter toneelstuk dan wat tussen ons in zit. Nee, het is echt beroerd. Maar wat ik het erg vind, ten eerste, waar leent die gozer zich voor? Nou, ik denk dat hij wel betaald krijgt, dacht je niet? Leek mij ook. Ja, die krijgen daar centen voor. Ja. En dan zeg je dus, ja, als je gaat feesten, moet je niet gaan slopen.
Op het moment dat je natuurlijk iemand in gaat huren dan, die tegen jou gaat zeggen, ja, misschien moet je niet dingen gaan slopen als je gaat feesten. Denk je dat die jongens dan denken, oh, een Jeep Mali die zegt dat. Nou, dan ga ik een keer geen huurauto in de fik steken als Marokko heeft gewonnen. Dus dat is allemaal zo dom. Nee, ja. Daarmee zijn ook gewoon die rellen gewoon weer geweest. Maar het allermooiste vond ik dus, hadden ze op een gegeven moment bij het Jeugdjournaal. Dan hadden ze dus een of andere reporter, die stond daar dus. En die zei, ja, het is hier heel gezellig. Het is hartstikke gezellig. Terwijl je al die ME'ers er zo achter zat. Je zag ME'ers achter jongens met bivakmutsen rennen. En je hoorde allemaal rekel en kanker. En nee, het is echt een feest. Het is echt een feest. Ja. Dat vind ik zo mooi. Die mensen die dat net hoeven niet gebeuren. Ja, prachtig. Ja, ja, ja. Maar ja, goed, laten we in ieder geval hopen dat het een beetje normaal blijft met dit soort... Maar goed, Sinterklaas, de laatste rellen waren voor 5 december. Hebt u nog ingegrepen? Ik heb wat minder cadeautjes uitgedeeld. Ja, het bleef rustig bij het Mekatoplein. Het bleef erg... Oh, dat is een haag. Er zit een haag in de goede... Dit is echt, hé. Ja. Ja, help hem even. Dit is echt, denk ik. Gaat goed? Wat is dit erg? Oh. Help die man even maar. Dat ging net goed. De Sint is hier gewoon niet zo blij mee. Aan de helft van de jongens die daar op het plein stonden, heeft hij gewoon wat minder cadeautjes uitgedeeld. Maar ja, ze hadden de scheid aan, want die verdienen op een avond meer dan de Sint is leven. Dus dat hadden ze zo weer teruggepakt bij Grammy. Nou, dus dat. Ja. Nou, laten we hopen dat ze er snel uit liggen. Hm? Ja? Ja, ik hoop het toch wel. Ze zonder van de tijd en geld van iedereen. Ja, nee, ja, heeft u mooi gezegd. Heeft u mooi gezegd. Graag gedaan. Gaan we door, want we hebben weer... En u bent er weer bij. We hebben weer een scoop. Ga die. Wij gaan. Een scoop. De Sint is er klaar voor. Zo, prachtige aankondiging. En dan gaan we door naar Hans Kraai Junior. Daar heeft de Sint helemaal niks mee. Nee, op een moment dan heeft de Sint het over 4-5 jaar geleden. Dat hij zijn haar in een herfstkleur had geverfd. Nou, toen verloor ik echt al mijn respect voor die halfman. Want dat is het eigenlijk, hè. Heb jij dat meegemaakt? Nee, ik weet niet waar je het over hebt. Nee, de herfstkleur. Als een man zijn haar gaat verven, dan zit er gewoon heel veel weef in hem. Ja, wat vind je van een man die haar implant? Dat... Dat was echt treurigheid en top. Maar goed, waarom bij Hans Kraai Junior de halfman? Zeker. Hans Kraai Junior had een vrouw, namelijk Sophie. Oh. Ken je Sophie? Ja. Oh, ja. Nee. Ja? Nee, die ken ik niet. Maar? Nou... hij had het toch altijd over de dolle duikdag of zo? Ja, de dolle duikavond met Sofietje, ja. En dit is Sofie? Ja. Ik weet niet hoe ze eruit zag, maar ze ziet hij neukt boven zijn stand. Ja? Ja, maar dat zie je vaak met bekende mensen. Die hebben toch altijd een mooiere vrouw dan ze eigenlijk mochten krijgen. Dat is een feit. Zoals jij? Nee, ik ben niet zo bekend. Nee, nou, maar... Vlak jezelf niet uit. Oh. Ja? Maar heb jij een vrouw boven jou staan? Zeker. Ja? Zeker, ja. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar ja, kijk, als je... Nou ja, nee, ik zou niet meer beledigen. Nee, ik zou het niet doen, nee. Nee. Nou, daar kom ik met haar afgesproken. Nou, leuke mooi vrouw. De Sint heeft al een tijd geen vrouw gehad, kan ik je melden. Oh, ja. Nee, de Sint was er wel met eentje bezig. Die had 2 mislukte relaties achter de rug. En dan slaat de Sint toe, want hoe labieler ze zijn, hè, hoe lager de drempel. Het liep anders dan de Sint dacht. En de Sint is eigenlijk al 6 maanden aan het luisteren naar de verhalen over de exen van het labieltje. Dus ik weet niet of dit hem gaat worden. Terwijl de gouden staf van de Sint op het duur toch wel even wat verwarming nodig heeft. Dus misschien smijt de Sint er wat centen tegenaan. Om toch zo'n lekker goedkoop Pools meisje over die stang te laten schuren. Terwijl ze me in haar eigen moedertaal aanspreekt. Wat de Sint op zich dan wel erg geil vindt. Ik weet niet hoe het met jullie zit, heren. Ja, oké, dat gaat allemaal goed. Maar goed. Toch heb ik zo vermoeden dat de
dit echt een autobiografisch verhaal is. Ja. Junior. Ja. Maar goed, Hans Jansie, laten we maar gauw gaan daar. Die staat waarschijnlijk ook al een tijdje droog. Of juist niet, je weet het niet. Want hij draagt al maanden zijn trouwring niet meer. Oh! Ja, ja. Ja, je bent hier. Oh nee, dat is toch wel een teken aan de wand. Dat was hetzelfde, dat kan ik me herinneren met. Hoe heet die schip? Hoe heet die Adolf Hitler van de NPO? Die Matthijs van Nieuwkerk. Die had ook een hele tijd geen trouwring om. Terwijl er zogenaamd niks aan de hand was. Nou, daar geloofde de Sint dus helemaal niks van. Nee. Dat bleek later wel, hè? Ja. Heeft de redactie gebeld bij de management van Hans Kraai. En die hingen direct op en die wouden niet zeggen. Nou ja, Jan, kun je er dan wat van maken? Nou, kan je eigenlijk vertellen, als de redactie van roddelpraat.nl belt naar een manager en die hangt gelijk op omdat hij geen reactie wil geven over een aanstaande scheiding van Hans Kraai junior, dan is het waar! Ja. Hans Kraai junior ligt in scheiding, mensen! Het is hommeles met, hoe heet die wijf? Met Sofietje! Hommeles! Ja. Ja. Wat een verhaal is, hè? Ongelooflijk. Heeft hij waarschijnlijk aan zichzelf te danken, Hans Kraai junior. Misschien kunt u een keer bij Sofie kijken. Nou, kijkende zo naar Sofietje. Die zou de Sint wel eventjes op zich willen. Hè? Dan neem ik graag twee blauwe jongens voor in om het 10 minuutjes vol te houden. Hè? Om dat arme kind helemaal vol te blazen met stof. Vies geil loeder. Kijk me aan, zo ja. Kijk me aan terwijl je vent gewoon naast je staat. Vies meisje. Ja, hartstikke bedankt. En wellicht hoort hij nog wat van Sofie. Wat is er, Jan? Nou, op YouTube gaat al niet zo heel lekker. Nou, maar dat we nu gewoon echt alle laatste krens aan het voorspelen zijn door een totaal doorgesnoven Sinterklaas. Ik weet niet of uitzending valt in ieder geval nooit zo slecht als de Sinterklaas-editie van vorig jaar. Nou, dat worden een hoop piepjes, begrijp ik dan in de uitzending. Nee, hoor, ik vind dat u goed bezig bent. En dan gaan we naar... Waar gaan we naartoe? Godverdomme, dit is net een paard! Ja, wat is dat? Het loopt zo uit mijn neus, zo mijn keel in. Dat is ook weer een sensatie voor de Sint. Waar gaan we naartoe? Gaan we naar Mark van der Linden. Want Mark was natuurlijk verschrikkelijk nieuws. Ja. Mark die had een herseninfarct gehad. Ja, verschrikkelijk. Ja. En hij had het overleefd. Dat was ook verschrikkelijk. Dat is nog erger. Mark, en die, inderdaad, en nu is deze week bekend geworden wat er allemaal is gebeurd. Nou, wat was er nou? Mark was gevallen op de grond onder het bloed en zijn vader heeft hem gevonden. Mark heeft uren op de grond lopen bidden of hij het zou overleven. En u kent de uitkomst, hij heeft het overleefd. Ja. Maar wil het ook meteen zeggen dat er een god is of dat hij mazzel heeft gehad, die bolle? Ja, als er een god was geweest, dan hadden we nu al de begrafenis achter de rug. Die kleine snuifduif, want dat is het, hè? Nee, crystal meth. Oh, is het? Oké. Ja. CM, oké, dat is nieuw. Oké, dat verklaart direct ook waarom het heel hard ging met het afvallen. Ja, nice. Ja. Bent u bekend met crystal meth? De Sint is zeker bekend met crystal meth. Jazeker, als de Sosa op is, dan stappen we direct over op de CM. Ja, dan worden de Piet en de Sint heel erg blij van. Ja, kan ik het nou? Ik heb ook vrouwelijke Pieter moeten weten, weet je wel. No. En als die wijdbeens voor me gaan zitten, nou de Niagara watervallen zijn er helemaal niks bij, weet je wel. Het is squirt till it hurts. Dat is het dan altijd, ja. Goed. Mark ondervond dus de negatieve kant van crystal meth. Ja. En hij moet nu opnieuw leren lopen. Eten. Oh, lopen. Oké. Ja. Met een rollator. En hij kreeg logopedie. Want, Zo, dan kunnen we ook nog een keertje verstaan. Ja. Want ik keek de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar naar dat volgevreten tyfusventje wat hij aan het Basel is. En het is dat er altijd foto's op de achtergrond zijn, dan kan ik er nog enig verband. Maar deze man, dat hij nog op aarde rondloopt. Maar goed, het gaat dus goed met hem. Ja, het gaat weer de goede kant op. Oké. Ja. Nou, het rare was, hij postte dus iets op Instagram en dan thanks for everything. Ja. Dat zou dus al kunnen. Met een foto van een of andere gozer met van die Tipex-tandjes, weet je wel. Nou ja, dat is zijn overleden ex. Oh, echt? Ja. En waar bedankt hij die dan voor? Ja, dat is een goede vraag. Maar is een Braziliaan. Oh. Maar die is, hoe weet je dat hij overleden is dan? Nou, dat stond later op het internet. Oké, maar hij bedankt dus een dode. Ja. Wat raar is. Ja. Want, ja, hij heeft lopen bidden, toch? Hij heeft lopen bidden naar zijn dode ex met die Tipex-tandjes. Dat was het verhaal, ook dat begreep. En die is helemaal verkrekt door de aids, is die gaan hemelen. En dan ging hij dus... Maar wat is dan dat ja-nee?
Want ik snap er echt een hol van. Dat heb ik ook niet. Hij doet een polletje, thanks for everything. Ja, nee, dan kun je inderdaad... Maar je doet een polletje voor je overleden Braziliaanse hitboy, die dood is, nadat je zelf een hersenbloeding hebt gehad. Ja. En wat stond er bovenal als vraag? Opgraven en neuken? Jezus. Ja, nee? Ja, nee. Ja, wat zegt u? Nee, maar wat is dit voor polletje? Dat is onduidelijk. Maar er zit toch geen vraag bij? Nee. En het rare was dan nog, om er even door te gaan. Hm? Hij had die dikzak was vergeten zijn fotocollecties beneden weg te halen. En daar zag je allemaal pornofoto's met mannen met stijve piemels. Ja, dat is een screenshot gemaakt van zijn filmrolletje rechts onderin. Hier, kijk, Sint. Je kunt zien, hier staan allemaal naakte mannen. Dus hij had gewoon een foto gemaakt van zijn... Daar valt de staf van de Sint benen niet. Daar zet ik mijn brilletje voor op. Dit zei toch al. Dit is de Sint. What the fuck? Oh ja. Dit is de Sint. Oh nee, wat is dit? Dat is toch mooi. En dat stond op Insta. Dit stond op Insta. Kijk maar aan, Jan. Oké. Oké. Het op zich was het, zeg maar, het idee. Het idee was prima. Ja. Maar dit. Ik zit hier gewoon te zweten. Ja, en dat komt niet vaak voor. Nee. Normaal zit er geen in het midden te zweten, hè? Ik van jou. Zo, ja, ik heb helemaal plaatsvervangende schuld. Dit is echt. Oh, Jezus Christus. Nou, daar zijn we weer. Ja, en wat zegt u ervan, van die foto's? Ik moet er niet op leven, ik zit hier eventjes. Vandaag 5e keer klaargekomen. Hoppakee. Goed, en dan gaan we maar gauw door en dan vergeten we het voorgaande. Want we hebben niet alleen een rechtszaak met advocaat Johan Pieters, maar we wachten ook nog op een uitspraak met advocaat... MC Radboudje. Ja, Radboud Ribbert. En Radboud stuurde mij van de week weer een berichtje. De uitspraak van Femke Louise is weer een week verzet. We gaan, het wordt niet 13 december, maar nu is het zelfs 20 december. Ja, maar even serieus. Kijk, dat zeiden we vorig jaar ook al. Die zaak is heel simpel. De uitspraak is ook heel simpel. Die vrouw heeft alles bij elkaar gelogen. Dus dan stort alles in elkaar en je mag gewoon iemand een achterlijk wijf noemen. Dus, en overigens doet ze ook nog een keer mee met een roast. Waar ze wel meer wordt genoemd dan achterlijk wijf. Dus, waar gaat het in godsvredesnaam over? Dat je het was een kort geding, hè? En dit is een hoge beroep op een kort geding. Ja, ja, ja. De uitspraak, er zijn drie rechters. Die bellen elkaar toch op. Die zeggen, nou, de wijf ligt alles bij elkaar, ben je klaar. Ja. Dan wordt het eerst naar de 13e verschoven en nu naar de 20e. Ja. Waar slaat dat op? Want, ja, nou ja, correct me if I'm wrong. Maar ze zijn gewoon tijd aan het bij elkaar aan sprokkelen om iets te construeren. Ja, Sinterklaas. Er wordt gewoon iets verzonnen nu. Hebt u invloed op de rechtspraak? Helaas niet. Nee, helaas niet. Jammer. Want wij wachten echt op een uitspraak. Hebt u er een goed Louise. Gevoel bij? Bij Famke Louise krijgt Sint geen goed gevoel. Iemand die met zo'n accent nog lijper dan wat jij te dood spreekt. Ik heb er gewoon helemaal niks mee. Nee. Heel goed. Maar daarom gaan we ook voor, hand in hand ermee gaan natuurlijk. De moeder van de advocaat van Famke Louise, dat is Anita Meijer. Yes! Oh, echt waar? Ja, ja, ja. Oh, dat is toch grappig. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ben je fan van Anita? Ik ben zeker fan van Anita. Ja, zeker. Alles wat bijna overlijdt, dat houdt de zit op het hakken. Maar je kan dus geld bieden voor een duet met Anita Meijer. Ja, dat staat ondertussen al op 2000 euro. Er heeft iemand 2000 euro geboren. Why tijdens... Tell Me Why zingen? Ik zou dat gaan zingen. Ja. 538. Ja. Maar dan gaat natuurlijk John de Mol een stokje versteken. Ja. Dus we zitten nu op 2000 euro. We zitten nu op 2000 euro. 2000 euro om dus een liedje met haar te zingen. Maar we zijn al wel overboden. Niet. Ja. Dat gaat maar door, hè? Dat gaat maar door. Maar er zit iemand die... Kijk, ik weet je wat stel. Er is geen particulier in Nederland die dit geld ervoor over heeft om 538 met die oude muts een liedje te zingen.
Ik weet zeker dat dus binnen 538 besloten is... 100%. Om wat het ook gaat kosten... Tegenbieden. Wij gaan tegenbieden. En dan zetten we een of andere, weet ik veel, de buurvrouw neer... die dat liedje gaat zingen. Maar John de Mol gaat dit niet accepteren. Nee. Dat klopt toch, Sinterklaas? 100%. Maar dat pikken wij niet en daarom bieden wij door... Yes! Ja, dus u kunt in de link in de beschrijving kunt u de boel in de gaten houden dan uiteindelijk. Ja, als wij met het hoogste bod komen, Jan, dan moeten ze jou laten zingen. Gaan we naar Oussama Ahmoud. Ook nog Bin Laden. Ja, wel een beetje in die hoek. Maar dan wat netter aangekleed, zoals je ziet. Leuk petje. Ja, leuk beetje. Leuk petje. Siske de Raad. Nou. En tegenwoordig doen die jongens allemaal een brilletje op om wat intellectueler over te komen. Vind ik leuk. Ja, maar dat zijn vaak brilletjes zonder sterkte. Nee, dat snap ik. Ja, goed. Ja. Dat hoort helemaal bij de scene. Maar Oussama Ahmoud kunnen we nog kennen als acteur bij Mokromafia. Maar ook omdat hij in die livestream staat met Bilal Wahib. Bij dat jongetje die toen zijn geslachtsdeel liet zien. Ah, 12-jarig jongetje was dat, Sinterklaas. Ja, voor veel geld. Ja, die deed onlangs ook zijn verhaal dat hij nog steeds niet... normaal op straat kan. Nee, die wordt nog steeds gepest. Die wordt nog steeds gepest. En uitgescholden. Ja, en hij mag dus ook niet vertellen. Dus er is een contractuele deal gemaakt hoe dat is opgelost. Dat vind ik zo raar. Hey, jij hebt geld gekregen. Maar breng dat dan naar buiten. Waarom moet dat dan bezwegen worden? Ja, die mensen hebben geld gekregen. Ik denk dat dat een heel lullig bedrag is. Maar niet dat bedrag wie die zei. Die 17 doezel. Ja, dat was het niet. Okay. Nee, maar weet je wat ik heel triest vind? Is dus dat het jongetje wordt dus juist door die Marokkaanse jeugd verguisd waar hij woont. Die komt niet meer naar buiten. Het is een heel eenzaam jongetje geworden. En dat soort gasten, dus die Bilal en zo, die is alweer in de armen gesloten. Die mag alweer optreden, alles. Ja. Het is toch verschrikkelijk dat je zo'n gozertje... Het is gewoon kinderen kloten geholpen. Ja. Onbegrijpelijk. Maar ja, dat mag allemaal. Nee, maar Oussama heeft heel lang zijn verhaal niet gedaan. Oh. En die gaat nu voor het eerst vertellen wat hij meemaakte in die stream en hoe hij dat... Leuk. Ja, interessant. Komt-ie. Ik kwam Bilal erin, maar dat gebeurde wel vaker. Dat hij zo hup in mijn live komt, een beetje gezelligheid. Ja. En hij maakt die grap, dat heeft iedereen wel gezien, weet je. Ja. Die jongen is minderjarig, hij wist het niet. Ik zit in die live, als ik nu terugkijk, had ik het stop moeten zetten. Maar ik was in het moment. Dus ik heb heel vaak, als ik akkoord word, ga ik lachen. Dat gebeurt. En ik voel al gelijk, in het moment hoe dat was gebeurd, voelde ik al van, hé broer, dit gaat mis, man. Kom nog een keer live. Ik van, hey jongens, dit wat is gebeurd, klopt er niet. Bilal, ik zeg, yo bro, morgen om 7:30 sta ik voor je deur. Moeten naar de advocaat. Hij zegt, is goed. Ik word wakker ergens 1:00 s'nachts zoiets. Kijk op mijn telefoon, ik zie vol. WhatsApp, Snapchat, Instagram. Vol met berichten. Ik denk, ik ga dit niet lezen, bro. Uit, weer slapen. En dan, staat politie voor de deur. Dus komen ook voor mij, dacht ik. Dus wat doe ik? Ik pak mijn kleren, ik race naar West. Ik dacht, van broer, ik ga niet aangehouden worden. Ja. Ik wil niet aangehouden worden voordat ik mijn verhaal heb gedaan. Ja. Kon nog meer. Want als ik nu aangehouden word, dan gaat media weer speculeren. Ja. En dan gaat die weer zeggen. Mensen gaan namens mij praten. Of mensen gaan dingen zeggen waar ik niet achter sta. Ja. Dus nee man, hij wordt gepakt. Dus Bilal was gepakt. Broer, ik ben de enige die nog kan praten, zeg maar. Ik denk aan die taxi, broer. Ik zie... Hoe noem je dat? Paparazzi? Is dat paparazzi? Ja, paparazzi media. Broer, dit is Amerikaans, broer. Dit maak je niet mee. Net als bij Kanye, wat ik bij Kanye West zie. Dat ze zo met die camera's bij je hoofd komen. Broer, ze komen zo dichtbij. Toen kwam Bilal vrij. Een dag of een paar uur daarna was het volgens mij zelfs. Daar heb ik nooit meer wat gehoord van. Niemand niet. Toen Bilal vrij werd gelaten, werd ik dus 3 uur later gebeld. Door Bilal met Nathan Moscovici. Ze waren samen en ik was er niet. Ik zeg, joh, wat zijn jullie aan het doen? Hij zegt, ja, we zijn aan het kijken, praten. Ik zeg, ja, en ik dan? Ja, het komt goed, we gaan zitten. Maar ik hoor nooit meer wat. Eigenlijk is hij ook slachtoffer achteraf. Zeker, broer. Ja. Nee, maar weet je wat ik nou zo erg vind? Die is gewoon in Nederland geboren, hè? Ja. Maar hoe dat praat, jongen. Dat is zo verschrikkelijk. Want ben je dan een ongelooflijk debiel? En wat hij dus zegt is dus... kijk, hij en Bilal, die hebben iets gedaan wat niet mag van de wet. Mm. Maar hij is gevlucht voor de politie... Broer, omdat hij eerst zijn verhaal wilde doen, broer. Ja. Wat de fuck is dat? Wat is dat voor... En dan vertel je alsof dat gewoon... Dat je dan denkt, ja, dat begrijp ik wel. Ja, je hebt een kind zijn lul laten zien aan een paar duizend man. En die heb je geld geboden. En dan zou je opgepakt worden. Maar dan vlug je eerst voor de politie. Omdat je alleen nog even je verhaal wil doen, broer. Ja. En anders gaan andere mensen het verhaal doen, broer. Dat is toch een echt totale idiote denkpatroon? Maar het was bij Phonics.
Oh, dit is bij Fannix. Ja. Oh, ja, dat zijn broers onder elkaar. Ja, oh. ja. Nee, daar begrepen ze het waarschijnlijk. Ja, precies. Ze zeiden, oh broer, natuurlijk broer, dan vlug je even voor de politie eerst, broer. Hmm. Maar ik merk dat deze broer wel weer boos is op broer Bilal. Want hij voelt zich een beetje in de steek gelaten. Ja, maar hij mocht niet echt zijn verhaal doen na de tijd. Nee. Door de broer Bilal. Ja. Want dit is dus de reden waarom mensen een hekel aan Marokkaan hebben. Dit. Dat is echt zo. Ja. Oké. Okay. Je vindt dit in voor het Mercatorplein na de wedstrijd? Nee, dat is dus iemand die een moreel compleet aan gort geslagen moreel kompas heeft, als hij überhaupt dat heeft. Dat is iemand die is volwassen, die praat als een kind die 2 weken geleden uit Marrakesh is overgekomen met een geestelijke beperking. Wat je broer. Dat is niet goed hoor. Nee, ja. En dan ga je ook nog zeggen dat het begrijpelijk is dat je vlucht voor de politie nadat je de wet hebt overtreden om je verhaal te kunnen doen. En dan ga je vertellen alsof jij dus een soort slachtoffer bent van iets. Nou, dit is dus de reden waarom je denkt, die luisteren echt niet goed bij hun hoofd. Ja. Wat een idiootje. Maar goed, laten we toch weer even een ander geluid horen. Het was een goede acteur, Sinterklaas. Nou, laat ik het zo stellen. Wat spelen die, dat is wel grappig. Iedereen die in Mokri-Mafia speelt, is gewoon een kut Marokkaan. En die speelt in de Mokri-Mafia een kut Marokkaan. Nou, dat is knap. Dus godverdomme, of jij een domme Twentse intilt kleuter speelt. Nou, oh Dennis, wat heb je een goede rol gespeeld. Sinterklaas, in plaats van programma. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, iemand die zich al 400 jaar met kinderen bezighoudt, moet zich misschien niet bemoeien met dit onderwerp. Ik pas even. Ja, precies. De kindertjes. Oh, mijn god. Och, jezus. Nee, gaan we, die kant gaan we echt niet op. Wat verschrikkelijk, zeg. Nee, die kant. Nee. Of heeft Sinterklaas smakelijk meegekeken naar die livestream? Ik bemoei me nergens mee. Nee. Gaan we die kant. Gaan we niet op. Sinterklaas kent u hem als acteur? Ik ken hem zeker niet als acteur. Nee. God, nee. Zeik ook al op elkaar, hè? Ja. Oké. Dan laat ik het dan gezegd hebben, daar wou ik toe. Het is wel een prima acteur. Mooi. En het was ook een hele succesvolle serie. Ik weet niet, ik heb de tweede deel gekeken, dat was Opsporing Verzocht. Met een doorgestoven pedoseksuele Sinterklaas in het midden. Wat hebben we nog meer? Ja, Expeditie Robinson, programma, ja. Kijk Sinterklaas daarna. Ja, dat is best wel hartstikke nutteloos allemaal. Ja, maar toch, de strijd die je ziet. Het feit als ze, laten we zeggen, een half uur op een paal moeten staan en dan in huilen uitbarsten. Er zijn gewoon heel veel labiele mensen in Nederland, dus daar is zo'n programma uitstekend geschikt voor. Jan, wat wilde je zeggen? Dennis heeft er ook aan meegedaan. Ja, oh, dat geentje. Ja, 48 uur, toen was je alweer teruggelopen. Nee, 36, man. Wat de flikker ben je toch ook. Ongelooflijk. Ja, man, dat mag je toch geen predicaat man krijgen. Ongelooflijk. Nee, ja, de angst aanvallen. Ja. Ja, angst aanvallen. Nee, dat was wel. Nee, we kunnen al lang nog geen TIA meer noemen. Dat waren gewoon angst aanvallen. Anxiety attacks. Hoe spannend op een paal staan en een kokosnoot kopen. Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Dat kwam ik niet. Hij vond het niet eens. Hij vond het wel spannend met al die mensen op het eiland. Ja, nou, ik heb 1 proef gedaan en daar was ik 3 na laatste. Wat een sukkel. Dat ging goed. Mm. Wat ik heb gedaan ging goed. Mm. En dat geldt ook voor Thijs Boermans. Die deed ook mee aan Expeditie Robinson. Wie? Die en zegt meneer eens wat. Wie Thijs, dat? Thijs Boermans. Acteur. Oh, jezus. Acteur. Mooi verhoord. En hij is de nieuwe vriend van en een Oesje. Oh, ja, die kennen we wel. Ja, Anne Oesje, die was zijn laatste, dat ze dan had ze een documentaire gemaakt over Iran of zo en haar reis in het leven. Mm-hmm. En dan kocht ze allemaal mensen om, influencers, om te zeggen dat het goed was. Ja, goede documentaire. En toen, want ze wilde serieus genomen worden en nu doet ze gewoon weer met de tietjes geld verdienen. Ja. Want het lukte niet helemaal. Nee. Dat. Oh, oké, prima. Nou ja, maar ze heeft dus nu een nieuw vriendje. Ze is ook best wel een lekker wijf. Het is een heel lekker wijf en het is ook zeer jammer, want ik heb er nog gezien, dat was iets voordat de verloving aangekondigd zou worden. En toen dat niet doorging, toen begon Sintse hartje wel wat harder te kloppen. Want elke vrouw vrij op de markt is er eentje extra, zeg ik dan altijd maar. Ze is heerlijk, echter ze is wel petit. Petit. Mag gaan verder. Wat verschrikkelijk. Alsjeblieft. Nou goed, laten we dan...
Ik kan hier ook eigenlijk helemaal geen bruggetje op maken. Thijs Boerman. Nou, Expeditie Robinson is een kutprogramma. Ja. Kun je verder nu? Ja, okay. Maar er komt een einde van Thijs Boermans aan. En Thijs, ja, dat wordt tegenwoordig ook het einde gevuld. Hoezo komt er een einde aan? Nou, hij moet eruit. Jammer. En dan zien we beelden. Maar wordt dat nu uitgezonden op dit moment? Ja, ja. Ja, ik kijk dus geen televisie. Dat helpt niet. Drie dagen geleden is hij eruit gegaan en wordt hij gefilmd hoe dat dan gaat. Oh, lachen. Komt ie. Maar ja, nu ga ik eten. Het is ook best een intimiderend bord nachos. Pak een stukje van die nacho. En ik neem een hap. Je hele smaakpalet is ook weer schoon. Überhaupt een nacho proeven al. En dan met kaas erop, dat is... Ik barst alweer in tranen uit. Van een nacho met kaas? Ja. Trapt die man in zijn kut. Ongelooflijk. Het is zo surrealistisch om iets anders te eten dan meel en rijst... na een maand op een eiland te zitten... dat ook dat al te heftig is. het is gewoon dat het er weer is. En dat iedereen hier gewoon zijn eten eet. En dat jij dan moeilijk iedereen even kan duidelijk maken dat je dit net een maand niet hebt gehad. En dat je auto's ziet rijden en dat mensen gewoon hun ding doen en dat je de drukte weer ziet. Ja. Terwijl je op een eiland zit met helemaal niemand. En een beetje meel eten in de ochtend. Dat is heel raar. Ja, hij is acteur eigenlijk. Misschien speelt hij de rol van een van de jongetjes uit Reine Bolt of zo. Maar het is dat. Maar kijk, weet je, kijk, naast dat die man ook van die verschrikkelijke typekstandjes heeft. Het is nog niet te geloven, want hij laat zich opsluiten op dat eiland. Voor geld. Voor geld. Ook omdat hij beroemder wilde worden. Daar doen al die BN'ertjes mee, omdat ze hopen dat ze dan nog beroemder worden. Dus dat is gewoon omdat je dat vrijwillig lijden is dat. En dan ga je een beetje lopen janken als je na een maand vrijwillige opsluiting een chippy met wat kaas in je bek steekt. Ja, dat was zeer emotioneel. Ja, flikker toch op, man. Ik vind het zo verschrikkelijk, man. Wat een stom gedoe, man. Een stom gejank om niks. Ja. Verschrikkelijk. Nee, dit is geen man. Nee, deze zou je direct op het vliegtuig zetten om zich een kut aan te laten meten in Casablanca. Want dit is... Nee. Als ik zoiets zie en ik kijk naar mezelf, dan zie ik van... God, kan leren wel. Ook jij, je moet niet verder dan de keuken komen. Wat een verschrikkelijke mannetje zijn er toch allemaal. Jan Comenaccio, what the fuck, oh, wat is er aan de hand? Jan. Ja. Ja. Ja, nou, de nieuwe liefde van Ellen Hoesje. Ja, nee, ja, ja, nee, ja, ja, maar. Ja. Petit. Weet je wat fijn is? Nou. Jammer eigenlijk. Is dat dat soort meisjes van de grachtengordel, dit soort jongens dan nemen? Dat zijn een beetje. Ja, die zullen wel in de sportschool zitten en zo. Maar het zijn geen echte kerels. Nou, knappe jongen. Ja, maar natuurlijk prima. Maar ik denk als je een Ellen Hoesje een keer een echte kerel krijgt. Die gewoon de echte keer, dan haalt het ook, maar hou jij ook al met de gezeur. Ja? Ja, tuurlijk, man, die meid is ook een teut. Dus jij wil Ellen Hoesje wel leren hoe het werkt? Oeh. Zeker. Oeh, ja. Zonder probleem, ja. En dat zij dan petit is, heb je daar dan moeite mee? Geen enkele. Nee? Lekker juist. Ja? Als u... Alleen het beeld al, dat wint er sint een beetje op. Onze volunteur nou, Jan. Met die kleine, petite... Ja, nee, dat ik zie dat wel zitten. Ik zou misschien wel die kleine Iraanse smurf bovenop laten. Anders blijft er wel heel weinig over. Maar goed, komen zal ze. Jan, daar ben ik van overtuigd. Heerlijk. Dan gaan we naar de boodschappen. En daar hebben we wat nieuws. Oh, we hebben wat nieuws. We hebben nieuws om, nieuws, we hebben nieuws om aan te kondigen. Zeker. Het is tijd voor het... reclameblokje. Ja, en dan beginnen we natuurlijk bij dit fantastische programma. Hè? Want je kunt zeggen, het is een eer voor ons dat Sinterklaas er is. Maar eigenlijk is het natuurlijk andersom. Of niet Sinterklaas? Mijn idee. Ja, nee, dat bedoel ik. En om dit programma mogelijk te maken, hebben we u nodig, Jan. Zeker. U, de kijker, niet Sinterklaas. Want die hebben we niet nodig om dit programma eerder te slopen. Nou, ik vond uw bijdrage fantastisch. Oké. Ja, hoe vond u het zelf? Ik vond het een tegenvaller. Ja, maar goed. Dat delen we dan, Sinterklaas. Maar de kijker hebben we dus nodig. Ja. Zeker. En de kijker kan nog meer Sinterklaas zien, mits... Mits! Jullie natuurlijk
ook de extra willen in jullie doosje. Help ons dit programma mogelijk te maken. Doe een donatie van 5 euro'tjes per maand. Dat is toch niet zo heel veel, zou ik zeggen. Dat is niks. Hè? En omdat wij dit prachtige programma kunnen maken en Sinterklaas kunnen uitnodigen. Doen we ook iets terug. Een kleine geste. Wat doen we namelijk? We doen namelijk een combinatie, een compilatie van alles wat we overhouden. Want we kunnen dit niet allemaal uitzenden. Sinterklaas heeft nog veel ergere dingen gezegd. En die krijg je dan op 6 uur donderdagavond in je doosje afgeleverd. Hoe mooi is dat? 5 eurotjes. Steun dit programma. Help ons dit maken. Want we hebben ook nog wat rechtszaken te gaan. Dank u wel. Ja, de onderwerpen die niet besproken zijn in deze uitzending gaan mee naar de extra. Die krijgt u dan in de mail van Jan op donderdag. En dan ziet u nog meer Sinterklaas. Ja. En als je het genoeg hebt van Sinterklaas, volgende week is hij er niet. Ja, nee. Ja, want we gaan al richting kerst. En we hebben speciale kerstactie. Ho, ho, ho. Met mijn broer. Dat is leuk. Ja, nee, ja precies. Ja, dan kan uw broer je binnenkort zitten. Ja, ik weet niet of... Laten we daar nog even over hebben. Maar, wilt u dat de broer hier over een paar weken is? Laat het weten. Kom als. Maar, ja. U kunt me ook afmaken hoor. Werkelijk geen probleem. Maar feit blijft, 5 euro, stort in die hap en krijg extra content. Ja. Ja. De shop. Roddelpraat.shop. Vertel! Het eigen roddelpraat kerst/eindejaarspakket. We hebben nu exclusief 100 eigen roddelpraat kerst- en eindejaarspakket. Er zit van alles in. Zelfs eigen roddelpraat bier. Godverdomme! Dat hebben we laten brouwen. Oh, en, ja. Dat kunt u dan proberen. Want u kunt voor zichzelf een kerstpakket halen. Ja. Dat zou ik niet doen. Nee. Leuker is om het voor anderen te doen. Zou je mee willen ophouden? En leuker is dat omdat... Godverdomme, Sinterklaas, uw diamant... Ja, helemaal kut. En dat pakket zit bomvol met spullen. En dat ziet u in de link onderin. Ja, dus wil je iemand verrassen met een prachtige roddelpraat kerstpakket, eindejaarspakket? Ga even naar de shop, roddelpraat.shop. Hoeveel hebben we er? 100? Ja, 100. Exclusief. 100, 100 exclusief. Dus als prachtige doos zijn ervoor gemaakt. Eigen bier, eigen baklava. Zelfs door een bakker. Eigen baklava? Ja, dat was toch goed. Roddelpraat baklava? Ja, ook. Voor onze Turkse medemens? Ja, voor onze Turkse Marokkaanse achterbaan. Want die neemt maar toe en toe. Ja. Tenminste, als je bedreigingen meetelt. En dan gaan we naar de website roddelpraat.nl. Wordt iedere dag vol liefde aangewerkt. Zelfs columns staan er nu op van mij. Tegenwoordig een prachtige column van mij op zondag en van jou op maandag. Ja, emotioneel was die van mij. Ja, heel emotioneel. En goed geschreven ook. Ja. En mooi van inhoud. Ja, en warm ook. Dankjewel. En wat vond je van mij? Ja, een verhaal die ik wel kende. Dus ik hoop iets meer vanuit jouw persoonlijkheid. Oh, iets ja. Misschien met een steekje die met een vork aan tafel. Nee, daar kan ik helaas niks over zeggen. Oh. Goed, en dan gaan we naar het Stucadoor collectief. En mijn keel, dat hoort zo, die heeft echt opgegeven nu. Jan. Wat is er? Ja, ik keel naar de Filistijnen. Oh, het Stucadoor collectief. Met de website stucadoorcollectief.nl. En die heeft weer een prachtige actie. Namelijk... Ik doe hem, hè, want jouw keel kapot. Complete badkamerrenovatie vanaf 5000 euro. Mag u de rest doen, Sinterklaas? 5 ruggen voor een complete badkamerrenovatie. Ja, daar gaan we. Dat is niet veel. Stukken van wanden van 1950, nu slechts 15 euro per vierkante meter. Dat is niet veel. Dakisolatie vanaf 60 euro per vierkante meter. Dat is niet veel. En 10% op. Alle overige, 10% korting op alle overige diensten. Ja. Dit is toch waanzinnig. En dan moet je wel even melden dat je van Roddelpraat komt natuurlijk. Fantastisch. Ga dat zien. Want ze doen alles. Aanbouw, doorbouw, verbouw. Maakt niet uit. Op stucadoorcollectief.nl. Nou, hartstikke mooi. En dan is daar moment. Ik denk dat we Sinterklaas gaan uitzwaaien naar Spanje. Ja. Sinterklaas, bedankt. Graag gedaan, Jan. Hartstikke leuk dat u er was. Ja. U heeft de show... Ja. Gered, dank u wel. Deze man gaat weer vandoor. Lieve kijkers, hartelijk bedankt voor het kijken. Ik hoop, en velen met mij, dat u wederom genoten heeft van een uitzending van de Roddelpraat. En, zoals Jan en Dennis net ook duidelijk aangaven, blijf ze steunen. Het is slechts 5 euro. Ik ben een commercieel magneet. Dank u wel. Fijne dag, jongens. En dag, graag wens ik... Klaasje. Dag, Zwarte Piet. Dag, Sinterklaasje. Laat hem stop. Dag. Wacht, jongen.
Oh, de cola lekt, godverdomme. Jezus, maar een grote... Oh, wat een dramatisch einde. Stop, hè. Ik zie geen ene tering Ja, toch even op het einde een zakelijk conflict met Sinterklaasje. Dag Sinterklaasje. Sinterklaasje. Dag. Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje. Dag. Oh. Die shit. Nou.